Zo, voorzichtig, voorzichtig. Zo, ja, als je het maar aan die rechter teugel corrigeert. Dus niet te veel aan links. Zo, aan die rechter teugel. Opzij voor je linkerbeen. Zo, zo. Daar, linkerhand soepel en dan steeds een stukje opzij voor je linkerbeen. Zo, ja. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. Zo, ja. Goed zo, makkelijk zitten. En weer een stukje opzij voor je linkerbeen. Oh ja. Maak je lang. Mooi zitten. Bovenbeen ontspannen. Bovenbeen ontspannen. Zo. Dan rij je zo weer naar de gedrag. Leek je benen bij je rechter teugel. Goed, je linkerhand weer rechtop. Zo. En weer een ruime pasje terug. Zo, als je dus dan een beetje verslangend in de haal. Betekent dat dus niet dat we nog meer met die mondhoeken moeten doen. Maar juist wat meer met het lichaam. Zo ja, zeker met dit weer heb ik daar alle respect voor dat hij zijn lijf niet durft te ontspannen. Zo, ik ga zelf nog eens één bol spannen door de hele tijd. Zo ja. En weer een stukje naar de rol. Zo ja. Ik loop nog een beetje terug om de eerst weer een beetje meer rustig te maken. Ja, goed zo. Denk aan die linkerhand, hè. Goed zo, Tess. Kijk. Oh, denk aan die linkerhand. Goed zo, makkelijk zitten. Maak jezelf ook weer lang, hè. Zo, ga er 30 bovenop zitten. Schouderbladen soepel, je nek los. Zo, ja. En dan rij je weer een beetje terug. Niet omdat je hem tegenhoudt, maar omdat je trager licht gaat rijden. Je blijft dus langer staan. Zo, ja. En dan rij je je kuit weer wat naar voren. Mooi, hè. Zo, pas u. Dan mag je uitstappen. Ja, zeg maar wat. Nu zou je zo'n hand veranderen, Tess. Ja. Omdat je dan dat kopje in je hand hebt, moet je als het goed is heel bewust daar dus zorgen dat hij... Kijk, er zit nu niks in, maar dat hij daar rechtop blijft. Zo, ja. Goed hoor. Lekker gereden zo, Tess. Weet je, met dit soort weer en met dit soort omstandigheden is het helemaal niet gek dat het af en toe niet helemaal perfect gaat, net als van de week. En ik snap dat je vandaag wil laten zien zoals dat het ook van de week heel goed ging. Maar dat geeft niet, dat kan gewoon wel iets gebeuren. En het is koud, het is al een aantal dagen koud. Ik heb ook geen zin meer in die pestkou. Ik geloof best dat zij daar ook zo over denkt. Ze is daar een keer geschrokken van de ijshockey en de jongens. Dan moeten we daar gewoon even een beetje op aanpassing draaien. Goed zo. Het ijs uitproberen met vaders. We gaan er even naartoe. Ja, is het goed? Nou, dan gaan we de schaatsen aandoen naar ons mooie fietsen geparkeerd. Kort achtervolgd! Help! Voorzichtig. Zo, ja. Als je het maar aan die rechter teugel corrigeert. Dus niet te veel aan links. Zo. Makkelijk zitten. Makkelijk zitten. Zo, ja. Goed zo. Makkelijk zitten. En weer een stukje opzij van je linkerbeen. Daar. Linkerhand rechtop, hè. Goed. Daar. Klopt dat via de teugels dat dit in twee mondhoeken samenwerkt, hè. Zo. Moeders is druk bezig met werk, dus dan neem ik Vrona even van haar over, dat ze wat minder druk heeft. En daardoor ga ik er vandaag logeren aan de bijzet. Blondie ga ik over een uur logeren aan de bijzet. Chino die staat buiten lekker los en er staat iemand bij en die is helemaal met hem aan het knuffelen. Dat vind ik ook wel schattig. En ja, dat is even mijn planning voor vandaag. Ze hebben net in de molen gestaan. Ja, oh, het ziet er netjes uit. Wacht, ik ga het even filmen. Dankje, bravo hoor. Nou, dan ga ik even aan de slag met Vrona. En dan over een tijdje ben ik weer bij jullie terug. Wee-ha.
Zo, ik heb Lonnie net ook gelongeerd. En dat ging heel erg goed. Ze heeft zelfs een beetje gezweet. Vandaag is de sneeuw weggegaan, dus dat vond ik wel heel erg jammer. Dus ik heb geen sneeuwdingen meer kunnen doen. Ik heb Lonnie en Frona gelongeerd. Ze hebben een uurtje in de stapmolen gestaan. Dat was vandaag. En dan zie ik jullie morgen weer. Tussen woensdagmiddag. Just heb lekker losgestaan. Die heb ik lekker gewassen en de wellnessmiddag gegeven. En nu ga ik lekker testles geven. Afgelopen weekend en afgelopen week, misschien ook een beetje door de kou, hadden we een beetje een dipje. Ging het wat minder goed als dat het de week ervoor ging. Dus we gaan kijken of we vandaag natuurlijk een beetje weer uit dat dipje kunnen klimmen. Om natuurlijk uiteindelijk weer beter te kunnen worden. Ja, daar. Heel goed. En als ze dan zakt, dan druk je daar meteen met je kuit een beetje naartoe. Dat je zegt, nou, ik vind het heel fijn wat je doet. Maar het mag ook weer niet te laag. En vaak als een paard of te hoog of te laag gaat, is het of of er te veel energie in zit, of net te weinig. Dus dan zit je weer met het energieballetje, hè? Goed zo. Teugel mag ietsje korter. Niet omdat we hem korter willen hebben in de hals, maar omdat je dan iets meer ruimte hebt in je arm om te kunnen reageren. Ja, goed zo. Mooi. Oh, geeft niks. Twee teugels. Rechterbeen eraan. Oh, er ligt een stuk karton op de weg. Wauw, dat is echt heel eng. Dus weer voelen. Oh, meteen een klein beetje wijken. Als ze dan heel erg afgeleid is, geeft het dan een beetje extra werk. Doe een beetje zo die buik naar buiten wijken. Goed zo. Die teugels die mogen niet te strak, maar ook niet helemaal los. Zo, ja. Opvangen, ja. Langzaam licht rijden. Dus als iets spannend is, laat ze dan niet het tempo overnemen. Maar maak juist een beetje meer controle over het tempo. En wijk die buik de kant op waar het gevaarlijk is. Voor hun ideeën, hè. Maak je lang. Maak je lang. Ja, goed zo. Dus dan weer tempo een beetje onder controle. Omdat je eigenlijk een beetje langer blijft staan, hè. Goed zo. En mooi recht. En mooi recht. Ja, ja. Je wil die schouders een beetje naar buiten hebben. Goed zo. Rechte teugel mooi verbinding houden. Ja, mooi test. Blijf daar naartoe rijden. Dus let op, hè, als zij ontspant, dat je niet denkt, nou hier is het. Maar dat je dan bezig blijft dat je het kunt houden. Dat je het niet steeds weer kwijtraakt. En weet dat ze daar misschien bij de K een beetje kan schrikken. Dus ben daarop voorbereid. Ja, been goed lang houden. Hartstikke goed. Ja, blijf rijden. Blijf rijden. Blijf rijden. Blijf rijden. Goed zo. Goed zo. Heel goed. Been goed lang, hè. Dat je niet meteen je spoortje erin hebt. Ja, maar het liefst je kuit en dan dat je spoortje in kan komen als het echt nodig is. Zo, ja. Ja, goed zo. Goed gevoel. Teugel niet te lang. Voel je dat je anders een beetje zo gaat rijden? Kijk eens, een beetje zo. Dus zorg dat je hand mooi daar kan blijven. Maak jezelf lang aan je linkerbeen. Maak jezelf lang aan je linkerbeen. Heel goed. Ja, zit. Ja, goed gevoeld. Goed gevoeld. Kom maar door. Ja, twee teugels. Twee teugels. Heel goed. Heel goed. Oké, stukje hals trekken. Maar bewust. Linkerhand onder controle houden. Twee teugels. Goed zo. En dan hierin ook. Ga je een keer langzamer licht rijden. Je rijdt een keer weer wat naar voren. Ook hoe al is de neus als een stofzuiger. Dat je nog steeds voelt dat je het tempo onder controle kunt houden. Zo, en maak jezelf lang. En let op, Tess, als jij dan net een beetje voorin gaat zitten, gaat zij dat ook een beetje met je meedoen, hè? Blommie is helemaal opgezadeld. Ik heb mijn spullen aan. En Blommie en ik gaan nu naar de bak toe. En dan even inrijden. En dan hebben we les. Het mag zelfs nog ietsje ontspannender. Dus maak jezelf echt lang. Adem diep uit en denk, oh ja, goed zo. Hartstikke goed. Makkelijk zitten, makkelijk zitten. Geeft niks, als jij maar blijft zitten en blijft rijden. Goed. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Goed zo. Mag je zelfs minder hard rijden, hè? Blijf tellen, hè? 7 galopsprongen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Goed zo. Let heel goed op, Tess. Dat als je wilt remmen, dat je niet
aan één hand het gaat doen. Ga echt zitten, twee schouders laag en twee handen remmen. Maak je lang, adem diep uit als het moeilijk wordt. Adem diep uit als het moeilijk wordt. Geef niks, goed zo. Geef niks. Gewoon proberen. Even stappen, Tess. Gaan we zo een parcoursje doen. Twee, drie, vier, vijf, zes. Woehoe! En een half. Zitten en blijven rijden. Wordt het spannend? Adem uit, maar blijf been geven. Goed gereden. Bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie graag morgen weer bij een nieuwe video. Doei!